wensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Goedemiddag dames en heren. Het wordt steeds leuker op de zaterdag, want het is van 12 tot 1 weer tijd voor mooie mensen. Ik heb er elke keer weer heel erg veel zin in. En gisteravond had ik een filmpje gemaakt op Facebook, waarin ik aankondigde dat Lianne van der Poel vandaag hier zou zijn. Eerst even over Mooie Mensen. Mooie Mensen is een programma waarin ik een uur lang met één iemand ga praten. En niet over wat diegene doet. Hè. En je kunt advocaat zijn, je kunt rechter zijn of je kunt schoonmaker zijn. Maar waarom iemand het doet. En waarom iemand in het leven staat zoals die is. En dat programma heb ik in het leven geroepen. Dat vertelde ik vorige week nog aan iemand. Omdat ik hoop dat Nederland... Gewoon Nederland, we hebben grote ambities hier in Kampen. Kampen en Nederland, gewoon wat toleranter wordt naar elkaar. Want alleen als je vragen stelt aan een ander, leer je ook elkaar kennen. En ja, en dan heb je misschien ook ben je ook wat milder als je elkaar hoort praten over dingen waarvan je eerst niet helemaal weet waar het over gaat. Dus mensen, stel elkaar vragen. Nou, Lianne van der Poel, dat had ik gisteren al in een filmpje aangekondigd. Ik kwam haar tegen op straat en ik kwam jou tegen op straat, kan ik ook zeggen. En je liep met de hond, hè? En je liep over straat en ik zag jou met een beetje jaren 50 kleren en zo lopen. En ik had je al veel vaker gezien, wel. Maar ik dacht, nou weet je, ik ga je gewoon aanspreken, want ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wie die mevrouw is. Weet je nog hoe dat ging, Lianne, en wat vond je er toen van? Nou ja, ik dacht eigenlijk dat je iemand was die onderweg ging vragen. Ja? Dus ik stopte even, maar ja, toen vroeg je het, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ja? Ja. En ben jij wel, waarom vond je het leuk? Ja, nou ja, het is al wel een beetje een compliment als je op een bepaalde manier kleedt en je wordt er op een leuke manier op aangesproken natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Hey, en die hond, wat voor hond is dat? Dit is een Engelse bullterrier. Ja, officieel een mini bull, maar ja? Het is een Engelse bullterrier. Ja, en ja. Is dat een beetje zo'n gevechtshond of niet? Ja, hij valt wel onder vechthonden, maar dat is Willy dan niet hoor, daar zit geen kwaad in. Nee? Hoe lang heb je hem? Nou, hij is nu bijna 14,5. Dus hij is echt al, het is een oudje. Het is wel een heel oudje, ja. Hoe oud worden die honden? Nou, als je een beetje naar het ras kijkt, zeg maar, dan heb je dan is tussen de 10 en 13 normaal. Dus we zitten echt al een beetje in, meer tijd, zeg maar. Ja. Dus iedere dag en iedere week en iedere maand is meegenomen. Ja. Ja. Heb je dat, maak je dat ook zo bewust mee? Niet? Nou, ik zie wel dat hij heel hard achteruit gaat, ja. Mm-hmm. Ja, dat lopen gaat niet super meer en nou ja, hij slaapt meer. En, maar voor, ja... Voor zijn leeftijd doet hij het goed. Ja. Het is een grappig hondje. Ja, leuk. Ja, ja. En ben je aan hem gehecht? Ja, enorm. Ja? Ja, daar wordt nog wat. Als ik straks af moet, ja, daar wordt een heel drama. Ja, precies. Ja, ja want wat betekent die voor je dan? Nou, het is een tweede kindje, zeg maar. Ja. Ik heb natuurlijk één zoon, dat is mijn allesie, maar die hond die komt ook redelijk in de buurt. Ja, ja. Nou, dan weten we al een beetje wat over je. Hè? Een hond die behoorlijk op leeftijd is, één zoon. Heb je ook een relatie? Ja, ik ben getrouwd met Ronald. Met Ronald, ja. En je woont hier in Kampen? Ja, ja. Altijd gezellige Bunnepen. Ja, en ben jij hier ook geboren in Kampen? Nee, ik kom officieel uit Dalsen. Dalsen? Ja. Oké, en hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, we hebben eerst samen gewoond in Zwolle. Mijn man komt uit Zwolle. Mm-hmm. En daar zaten we op een flat. Dat ging eigenlijk best hard achteruit. Waarom? Ja, mijn buren zaten in een bepaald circuit, laat ik het zo zeggen. Oh, wat voor circuit? Nou, het meisje zat in een beetje in dat loverboy gebeuren, zeg maar. Ja. En dan op zich hartstikke sneu, maar er kwam verschrikkelijk raar volk ook over de vloer. Ja. En ik had natuurlijk net een baby. En dan was de liften waren nooit... Nou, die werden voor andere doeleinden gebruikt. Ach, gadver, waarvoor dan? Nou ja, er werd echt gewoon een wc van gemaakt, zeg maar. Oh, echt? Dus ja, dat ging echt heel hard. Dus dan hadden we zoiets van, nou, we gaan op zoek naar wat anders. Ja. En dan wouden we eerst, zeg maar, in Zwolle wat anders op zoeken. Maar ja, dan lag de huizenprijs toen de tijd veel hoger. Mhm. En nou, toch maar gekozen om hier in Kampen te gaan kijken. Nou, dan zijn we naar dit huisje gekomen. Dan rol je ertussen. Ja. Ja, er was meteen al binnen een jaar van, nou, we gaan hier ook niet meer weg. Nee, maar hoe komt dat? Want... Ja, weet ik niet. De mentaliteit, we hebben het naar ons zin hier. Ja. Sociaal leven, nou ja, mijn zoon natuurlijk helemaal. Dus mm-hmm. ja,
Ja, en ja. Hoe lang woon je hier nu? Mijn zoon is nu bijna 18, ja, 17 jaar. Ja, precies. Dus ja. 17 jaar. Ja. En behoorlijk na een jaar eigenlijk al een beetje ingeburgerd. Ja, ja, ja. We rollen er mooi tussen en het is natuurlijk de gezelligste straat van Kampen. Ja, welke straat woon je? Ja, Middenstraat. De Middenstraat? Ja. Ik heb geen idee waar dat is. Ja, nou, de Westerkerk, ken je die wel? Ja. Nou, eigenlijk kijken wij daar een beetje op vanuit de straat. Oh, oké. Okay. Pannenkoekendijk en dan Schaaiershoek. En dan zit dan de Middenstraat zit dan tussenin. Redelijk tussenin. Ja, nou, ik ga daar eens even rond speuren als ik daar eens loop. Want, dat... hey, en hoe komt het dat jij daar zo snel ingeburgerd raakte? Ik heb, nou, ja, weet ik niet. Mijn man en ik zijn eigenlijk best wel open. En maken gauw contact. En ja, dat moet je... Ja, als je dat hebt, dan is het natuurlijk al veel makkelijker hè, dan dat je... Ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, als je heel gesloten bent, dan duurt het wat langer. Ja. Nou ja, daar hebben we allebei geen last van. Nee. Dus dat, nou ja, je rolde er gewoon tussen. En er was toen een straatbarbecue. En dus dan leer je iedereen alweer kennen. En nou ja, leuk. Maak je een beetje vrienden. Ja, ik kan me voorstellen dat dan snel gaat, hè? Ja, ging heel snel. Hey, en wat weet je? Wat, ik weet niet waarom we... Oh ja, ik weet het niet eens, want we kennen elkaar dus echt totaal niet. Alleen het enige wat ik nu weet is dat jij volgens mij van biljarten houdt, of niet? Ja, 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 ja. Ik zit bij een biljartvereniging. De leukste biljartvereniging van Kampen natuurlijk. Hoe kom je daar nou weer bij? Nou, een vriendin van mij die zat erop en die zei al van... Nou, ga je een keer mee? Zei, nou ja, ja, biljarten. Is dat nou wel iets voor een... Een vrouw van net 40. Ja. Ja. En nou, ik zei, ik ga wel een keer mee. Dus ben ik een paar keer mee geweest en dat was hartstikke leuk. Dus dan worden we maar lid. Ja. Ja. En ben je dan een van de twee vrouwen, de enige twee nee, vrouwen? Nee, we hebben genoeg. Ik denk dat we wel rond de 13 zitten, 15 vrouwen. Oké, okay. En hoeveel mannen? Hoeveel mensen zijn er lid in totaal? Nou, ik zit in het bestuur, dus we zitten dik in de 60, zeg maar. Ja. En waarvan wel tussen de 10 en 15 vrouwen zijn. Wat leuk. Ja. Ja. Hey, en wat vind je er zo leuk aan? Ja, ja, gewoon het spelletje en de gezelligheid eromheen. Ik ben natuurlijk wel een gezelligheidsmens en... Ja, het is dan wel een sport waar je ook gezellig een drankje bij kan doen. Ja. 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 En het is leuk, hè. Het is ook een stukje berekenen en ja, hoe krijg je de ene bal op die andere bal. En ja, ja je moet het gewoon eens een keer proberen. Ja, ik raad mensen aan om het gewoon eens een keer te proberen. Het is echt niet zo'n oude lullensport wat je dan denkt van... Nou, pff, zit je daar in zo'n zaaltje met... Nee, het is echt veel leuker dan... Ja, precies. Dan je denkt. Ja, ja. Dus bij deze zijn alle Kampenaren en Je zijn allemaal uitgenodigd om een keer te komen kijken. En welke biljartvereniging is er dan? De KBC 1911 en die zit op de Anjestraat. Oh ja, ja, dat heb ik wel eens gezien, ja, daar. Ja. Wat leuk, ja. Nou, ik zal tegenwoordig trouwens eerst even een afspraak maken voordat iedereen... Niet voordat ik opeens dromme mensen verwacht natuurlijk. Maar het is natuurlijk even iets andere tijd, dus ja. Ja. Hoe sta je erin in die andere tijd? Ja, wel... Ja, ik vind het persoonlijk wel gunstig. Ja? Ja, ik baal er wel natuurlijk van. Dus je leven wordt heel klein. En ik heb nu het idee dat alle leuke dingen niet mogen. Mm-hmm. En ja, je mag nog boodschappen doen en werken. Ja. En ik mag hier nog even zijn. Ja, dus dat is een leuke afleiding. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Ja, ja. En maar je staat... Hoezo vind je het dan wel gunstig? Oh, dat ik er gunstig in... Ja. Ja? Nou, jij kunt ook je kop laten hangen. Ja, je kunt, ja, je kunt ook zeggen van... Nou, ik ga de deur niet meer uit en ik... Ik ga wachten tot ik nou ziek in mijn bed lig. Dat kan ook. Mm-hmm. Ja, je kunt ook zeggen, van, ja, het is niet helemaal niet anders. En je zoveel mogelijk aan de regels houden. Ja. En meer kun je niet doen. Nee, en dan, je zegt dus eigenlijk van, nou ja, het is even niet anders. Maar ja, je kunt er ook niet zoveel aan doen, hè, als je wel ziek zou worden. Want ook al zou je, er zijn genoeg mensen, want dat zeiden we net nog tegen elkaar. Hè, er zijn genoeg mensen die zich keurig aan de regels houden. En die ook ziek worden. Hè. Dus het is... volgens mij allemaal niet zo zwart-wit met z'n allen. En is het volgens mij veel meer van... Oké, je kunt je wel aan de regels houden. Maar het virus gaat waar je het niet verwacht, zeg maar. Nou ja, dat is ook zo. Denk ik. Ja. En dat is meestal zo. Waarom wordt een heel gezond iemand ook hartstikke ziek van corona? Hè? Er werd in het begin gezegd alleen maar de zwakkeren van de samenleving. En met onderliggend lijden. Maar volgens mij is het... Ja, het is gewoon een soort Russische roulette, denk je niet? Nou ja, als je het zo bekijkt wel. Maar je hebt natuurlijk wel je grote risicogroepen en dan de uitzondering op de regel wijzen van. Ja, ja. Ja. Ja, dat is waar. Dat zijn er niet zoveel. Maar goed, hè, dat kun je niet zomaar staand houden. Zeg maar. Nou, niet dat je dan die uitzonderingen moet wegvlakken dat het niet bestaat. Want natuurlijk bestaat dat wel. Maar ja.
Ja. Het is toch de, zeg maar, dan weer wat ouderen en ziekeren die er toch meer... Meer kwetsbaar zijn. Ja, dat denk ik wel. Mm-hmm. Ja. Hey, uit wat voor gezin kom jij? Nou, ik heb 1 oudere broer. Ja? En ik kom uit het tuinersgezin, zeg maar. Vroeger in Dals had mijn vader een tuinersbedrijf. Mm-hmm. Mijn vader is inmiddels overleden, 2004. Ja? Mijn moeder heeft weer een nieuwe... Nou, relatie, dus daar woont ze mee samen nog in Dalsen. Mm-hmm. En mijn broer heeft hier een huis in IJsselmuiden. Oké, die woont ook dichter bij... Ja, dichterbij, ja. Die woont in de Koekoek. En? Heb je er allemaal goede relatie mee? Ja, met hoor, ouders, prima. Of je moeder dan in dit geval. En, ja. Wat heb je van je ouders geleerd? Genoeg. Dat vind ik heel moeilijk. Ja? Ja, alles wat je zo'n beetje... Wat voor mens ben je door hun geworden, denk je? Nou, wel heel positief, ja. Hoe hebben ze je dat geleerd? Ja, dat is lastig. Ja, hoe hebben ze me dat geleerd? Ja, ik denk gewoon dat, omdat dat ook hun insteek is, zeg maar. Mijn moeder die is wel iets, serieuzer. Mm-hmm. Mijn broer dan ook, maar... Ja, weet niet. Ik ben gewoon zo geworden zoals het is gelopen. Ja. Ja, ja, maar er komt altijd ergens vandaan, Lianne. Ja. Is het programma voor. Ja, maar ik zou een 1, 2, 3 niet weten. Nee. Nou, denk er maar mooi even over na. Ja, daar ga ik even over nadenken. Ja, is goed. Hey, en even nadenken hoor. Zullen we even een liedje van je draaien? Nou, we gaan naar... Ja, is goed. Ja? Ja? Wat voor liedje wil je gedraaid hebben? Want je hebt er 2 uitgezocht. Met Hart en Ziel en Breakaway. Nou, dan wil ik nog beginnen met die tweede. Ja, gewoon omdat hij lekker vrolijk is. Ja? Ja. En heb je er nog meer ideeën bij het liedje? Waarom je die gekozen hebt? Nou, ik heb nou met iedereen overlegd. Ja, wat moet ik nou doen van dat tweede liedje? Want dat eerste liedje, dat is een beetje mijn levenlied, zeg maar. Ja. En die tweede zaten we echt een beetje over. Nou, wat moet ik nou doen? En die is leuk en dat is leuk. Dit is leuk, want ik vind zo'n beetje echt alles leuk. Mm-hmm. En... Maar ja, toen zat ik gisteravond bij de buurman samen met mijn man even een drankje te doen. Eergisteravond. Mm-hmm. En toen waren we nog een beetje aan het uitzoeken. Ik denk, wat vinden jullie van deze dan? En toen zeiden ze, ja, dat is lekker vrolijk en past ook bij je. Hey, en waarom past het bij je? Nou ja, het is lekker vrolijk en het heeft toch wel een beetje dat jaren 50 deuntje, zeg maar. Ja, want daar begonnen we mee. Hè? Want op het filmpje hadden we net op Facebook daar heel even kort over gehad. Maar je zei van, je vindt het een leuke tijd en je kleed je er ook een beetje naar. Hè? Ja. En waarom kleed je naar die tijd? Nou, het is gewoon een beetje toevallig erin gerold, zeg maar. Ik vond het altijd wel heel erg leuk. En toen kwam ik toevallig, zeg maar, zo'n jurkje tegen op internet. Ik denk, kan ik wel eens bestellen? Nou ja, dan krijg je eerst een complimentje. Gewoon, staat je dat leuk? Nou ja, dan... Ten duur pas je dan, zeg maar, je make-up erop aan. En dan pas je haar erop aan. En voordat je het weet, dan loop je helemaal in die stijl. Ja, ja, heel leuk. Ja. Ja, en je zei ook even op het filmpje, omdat je vader in die tijd geboren was. Hè? Nou, dat werd natuurlijk thuis ook vrij veel gedraaid. Die muziek. Deze soort muziek, ja. Mm-hmm. Nou, als jullie als mensen thuis nog willen kijken hoe Lianne eruit ziet, dan kunt u even naar Facebook, naar de... naar mijn eigen pagina, Dillis Derksen. En dan kunt u het filmpje zien. Dan kunt u even live bewegend beeld bij Lianne zien. En we gaan nu Breakaway draaien. No.
Dat was Tracy Ullman met Breakaway. Nou, dat is inderdaad een heel erg vrolijk nummer, Lianne. Ik ben trouwens Dillis Derksen, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Presentator voor mooie mensen. En Lianne van der Poel is bij mij in de studio te gast. En we hebben dit liedje van Tracy Ullman net gedraaid, omdat jij dat heel erg vrolijk vindt, hè? Ja. Maar ook omdat je een beetje houdt van de jaren 50 muziek. En hoe is dat nou gekomen, zei je net? Nou, nee, gewoon omdat thuis heel veel gedraaid werd. En nou ja, soms dan ligt je dat ook gewoon dan lekker in het oor. Ja, ik weet niet. Heb je er ook fijne herinneringen aan? Ja, nou, het was altijd wel gezellig dan thuis met het muziekje op. En op zaterdag, op zondagochtend, zeg maar. Mijn ouders werkten natuurlijk altijd vrij hard. Maar zondag was wel even, nou, dat we ook de tijd namen. Mm-hmm. En dan werd er de pick-up aangezet, zeg maar, met de platen erop. Ja, nou, daar heb je leuke herinneringen aan. Ja, wat leuk. Ja. Dan, zij werkte tot en met zaterdag? Ja, ja. En dan, eigen bedrijf, hè, dus dat gaat de hele week door. Ja, en je moeder die werkte dan ook op die tuin? Ja. En wat was het voor soort bedrijf? Ja, koude grondgroentes. Ja, wat is dat? Nou ja, sla en andijvie, maar dan niet in kassen, zeg maar. Maar hun hadden dan wel een aantal kassen, maar ze deden ook heel veel buiten en, gewoon echt op de koude grond? Op de koude grond, ja. Zoals bloemkool. En tegenwoordig wordt er heel veel in kassen gedaan. En dat was dan toen niet zo. Nee. We hadden wel een paar kassen, maar niet veel. Ja, dat, was, dat is nu beter te controleren natuurlijk. Hè, de warmte en weet ik veel wat allemaal invloeden. Maar toen was het dus op de koude grond. Wel eens een mooie benaming, of niet? Ja. Nou ja, zo noemen ze dat vroeger. Koude grond, Hoe vond je dat, zo'n tuinerij? Nou ja, natuurlijk, dat is hartstikke leuk, want je woont natuurlijk buitenaf. En al was ik wel eens jaloers, zeg maar, over die kinderen die dan, zeg maar, wel in het dorp wonen. Ja, waarom? Die hadden van die steegjes om mee te spelen en er was altijd wel iemand in de buurt. Mm-hmm. Kijk, en ik moest toch echt wel op zoek en echt vragen van, nou, kom je bij me spelen? Ja. Omdat je dan toch wel wat achteraf woont. Ja, precies. Of iedere keer weer met hetzelfde buurmeisje, zeg maar. Ja. Ja. En? Vond je die eigenlijk wel leuk dan? Nou, hier wel. Ze was wel oké. Maar ik denk als je dan meer keuze had gehad, mm-hmm. dat je dan wel een andere vriendjes had gekozen. Ja, precies. Ja. Ja, en nu moest je maar doen met dat buurmeisje dat toch al in de buurt was. Ja, precies. Ja. Ja, dat lijkt me ook wel lastig. Ja. Hey, en waar ben jij dan naar de middelbare school gegaan? Ik heb eerst op de Thorbecke gezeten in Zwolle. Mm-hmm. Nou, leg ik dat lief uit. Dan vonden ze mij niet zo lief. Nee, hoe kwam dat? Nou, ik ben niet zo lief geweest. Iets met verf. En toen hadden ze toch liever dat ik op zoek ging naar een andere school. Wat zeg je nou, iets met verf? Ja, nou ja. Vertel maar eens even. Ja, er zijn allemaal verdiepingen, zeg maar. En dan hadden ze de bovenste verdieping hadden ze dan afgezet. Mm-hmm. Om dat allemaal te schilderen. Mm-hmm. Dan zijn we dus na schooltijd samen met de vriendin zijn we daarheen geweest. En toen hebben we alles wel eerst afgeplakt, maar het ook een leuke kleur gegeven. Nou ja, dat werd niet echt op prijs gesteld. Nee. Dus je bent gewoon met een vriendin naar die bovenste verdieping gegaan? Ja, we waren met z'n vieren. Met z'n vieren? Ja. En toen hebben jullie gewoon hele muren. Nou ja, en de kozijnen. Dus, ja, het was verschrikkelijk. Maar hoe hadden jullie dat bedacht? Soms bedenk je als puber dingen waarvan je later denkt van, waarom? Ja, maar probeer nog eens te vertellen. Probeer eens terug te gaan naar die tijd, zeg maar. Ja. En hoe ging dat in je hoofd? Of iemand anders hoofd misschien? Ja, nee. Je zit dan een beetje, zullen we eens gaan doen? Nou, gaan we eens even daar kijken. Oh, we kunnen ook even naar boven. Dan gaan we naar boven en dan zie je dat daar allemaal zo staan. En het is hartstikke verleidelijk. Dus dan denk je van, er ligt ook plakband. Nou, plakband. Ja, dan plakken we wat dicht. Ze zijn, dan zie je die verfpot staan. Één likje, maakt niet uit, toch? Nou ja, voordat je het weet, ben je met z'n vieren volop aan het schilderen. Wat leuk. Ja. Eigenlijk wel een vette stunt, toch? Ja, het was toen de tijd wel heel leuk, maar ze vonden het niet zo heel erg geweldig. En toen ben je er afgetrapt. Ja, nou ja, en spijbelen was ook een dingetje. Ja? Hoe kwam dat? Ja, weet ik niet. Beetje ondeugend, noem je dat, een beetje tegen de draad in. Ik was een moeilijke puber. Ja. Dus, en hoe vind je dat nu, dat je dat toen had gedaan? Nou, ik had het me geen goud willen missen natuurlijk. Nee. Ik heb ook wel gelachen. Dan gingen we samen, gingen we met de trein naar Deventer en dan gingen we liften terug. En dat was onze dag. Oh ja. In plaats van de school gaan? Nee, in plaats van de school gingen we dan naar het station. Oh ja. Ja. En wat ging je daar doen dan in Deventer? Winkelen. Gewoon een beetje rondkijken. En even naar de HEMA. Ja. dat soort dingetjes. Okay. Ja, dan hadden we geen geld om terug te gaan. Nou, dan gingen we met de lift en gingen we dan weer terug. Mm-hmm. Nou, dan Botje Zwolle. Nou, dan was je in Zwolle. Daar stond mijn fiets. En dan fietste ik weer terug naar Dalsen.
Dat was het op school. Ja, hartstikke leuk. Ja. En je was natuurlijk, voordat je puber was, heel erg opgevoed van je moet niet liegen en je mag toch? Of, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik schat maar even in hoe dat ging. Maar hoe was dat dan voor je ouders? Hoe kwamen ze erachter of niet dat je spuibelde? Ja, op een middag kwam ik thuis en toen zat mijn moeder zeg maar, in de kamer of ze was boven, ik weet niet meer precies. En toen vroeg ze mij zo van, en hoe was het op school? Nou, en toen voelde ik hem al. Ja. Ja, dus betrapt. Dus daarna was het even een poosje over. Nou ja, toen moest ik inderdaad van school af. En toen ben ik naar de MAVO in Dalsen gegaan. En een heel klein schooltje. Was volgens mij de ene laatste klas. Daarna bestond die school helemaal niet meer. Oh. Maar het was ook een geweldige tijd gehad. Was ook leuk. Hey, maar ja. Is het ook zo dat je eerst hoger bent begonnen of niet? Zat je op de Thorbecke ook op de nee, MAVO? Ja, ook MAVO, ja. Ja. En, maar daar was je, dat was gewoon een hele grote school. Ja, Thorbecke is heel groot. Ja. En ja, dan kwam ik op een heel klein schooltje. Ja. Maar ja, dan val je wat meer op, dus dan ben je iets liever. Ja, en heb je toen wel ook nog gespaarbeld? Nee. Helemaal niet meer. Ja, wat moet je doen in Dalsen? Ja. Ja, ik weet het niet. Daar is het nu wel leuk, toch? Als je een beetje ouder bent. Ja, nu wel, maar toen de tijd was er niet zo heel gek veel. Er was volgens mij een cafetaria waar ik kon flipperen. Oh ja. Nou ja, dat had je met een tussenuur al wel genoeg aan. Ja, precies. Dus nee, daar heb ik gewoon rustig een diploma afgemaakt. Nou, wat goed. Ja. Ja, maar wat een leuk verhaal van de... Hè? Weet je ook nog waarom je zo een beetje tegendraad was en zo? Nee, nee, ik heb echt geen flauw idee. Ik weet al, de ene puber is hartstikke makkelijk en de andere is vervelende klier. Ja, mijn zoon bijvoorbeeld, ja, die makkelijker kan niet, die vindt alles goed. Die is heel relaxed. Dus als die een keer tegen draadjes zit, denk ik dat wat er aan de hand is, zeg maar. Ja, precies. Ja, en ik gooide overal mijn kont tegen in. Oh, ja. Ja, ja. Ja, niks was leuk. Of in ieder geval niet wat ik zelf niet leuk vond. Nee. En hoe heb je de draad weer een beetje opgepakt? Want toen was het, of de draad weer opgepakt, zeg ik, alsof het iets negatiefs is. Maar... Je ging naar die MAVO dan in Dalfsen. Mm-hmm. En die heb je afgemaakt. Wat ben je daarna gaan doen? Even kijken. Oh, een heel scala aan opleidingen zo'n beetje. Ja? Agogisch werk. Nou, niet leuk. Facilitaire dienstverlening. Ja? Nou, ook een half jaar. Niet leuk. Een kappersopleiding ben ik al gaan begonnen. Nou, toen kreeg ik kappersexamen, dus viel ook af. Ja. Dan heb ik besloten om dan toch weer terug te gaan naar een HAVO te gaan doen. Maar dat... Zat ik, ja, dan was ik eigenlijk de oudste van de klas, zeg maar. Mm. Dus dat, ja, dat werd hem ook niet. Waarom wilde je HAVO gaan doen dan? Ja, omdat ik niet meer wist wat ik dan wel wou doen. Ja. Ik denk van, ja, dan misschien wat hoger op. Dan is je, ja, dan wordt de keuze weer wat uitgebreider, zeg maar. Van dingen die je dan wel leuk zou kunnen vinden. Mm-hmm. Maar ik kon mijn draai moeilijk vinden, dus ben gaan werken. En waar ben je terechtgekomen? Even kijken, ik heb eerst bij de Albert Heijn gewerkt in het distributiecentrum. En post en... Ja, en ik nu werk bij Connection in het callcenter. En ook leuk. Mm-hmm. Ja, wat vind je thuis leuk, hè? Ah, en ik en die collega's. Kijk, het werk is natuurlijk op een gegeven moment vrij eentonig. Ja, je neemt taxigesprekken aan, zeg maar. Okay, mensen die dit inboeken. En hartstikke leuk. Maar niet dat je denkt van... Uitdagend. Nee. Of zo. Wat zou soms jij, wel, soms niet. Wat vind jij uitdagend? Wat zou je eigenlijk. Want als je zo terugkijkt, van, nou, dan heb je heel veel opleiding gehad en zo, hè? Heel veel verschillende dingen. Mm-hmm. Als je nu zou mogen kiezen, wat zou je dan willen worden? In principe heb ik in MAVO mijn examen gedaan, zeg maar, voor fotograaf. Oké. Okay. Dus ik had echt wiskunde, scheikunde, natuurkunde, zeg maar. En het. Maar ja, dat was ook een vrij dure opleiding ook. En ik ben vrij snel uit huis gegaan. Ik snap het niet helemaal. Op de MAVO heb je de richting gedaan fotograaf? Nee, zeg maar, daar had ik mijn vakkenpakket al op aangepast, okay, zeg maar. Ja. Dus, maar ja, dat is er nooit van gekomen. Nee. En dat zou je dan heel graag willen doen? Ja, dat vond ik toen de tijd wel heel erg leuk. Ja. En nu? Ja, misschien, ja, nee, ik ben eigenlijk niet meer zoveel mee bezig. Nee, oké. Okay. Dus toen had je dat wel willen doen. Ja. En dat is ook een zwaar vakkenpakket wat dat betreft, toch? Ja. Natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Ja. Ja, toch? Ja, maar dat vond ik op zich ook wel het leukste. En de talen vond ik Frans, Engels. Ook wel leuk. Geen Duits, dat kan ik niet. Nee. Maar nee. Dat was het dan. Dat was toen het idee. Dat leek me echt helemaal geweldig. Mm-hmm. Ja. Maar soms loopt het leven gewoon anders. Ja. Ja. En hoe vind je dat? Dat het leven anders loopt? Oh, prima. Ja? Ja hoor, ik geniet van elke dag. Een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. Nee hoor, ik vind alles... Soms loopt het zoals het loopt en dan moet je het beste van maken. Ja?
Ja. En over wat zeg je dat dan? Over wat voor een onderwerp? Is er wel eens iets gebeurd in je leven waarvan je dacht van, nou, ja, dat is wat minder geweest? Nou ja, sowieso het overlijden van mijn vader natuurlijk. Dat vond ik, heb ik wel moeite mee gehad. Hoe kwam dat? Ja. Hoe hij is overleden, nee, zeg maar? Hoe dat, want we hebben heel snel even over je ouders gehad. Kort even. Maar wat voor band had je met je vader? Nou, wel close, zeg maar. Maar ook niet te veel. Maar hij had een aardig alcoholprobleem. Dus mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. En toen is hij eigenlijk alleen, zeg maar, ergens terechtgekomen. Mm-hmm. In een huisje. En dat, ja. En het ging altijd af en aan met hem. De ene... Nou ja, in de zomer ging het goed en dan was het altijd gezellig. En in de winter zag je hem weer aftakelen. En dan was het weer ziekenhuisbezoek en dan was het weer opgenomen. En, ja. En dan opgenomen? Waarom dan? Omdat je lever houdt er een keer mee op. Ja. Ja. Dus dan moest hij echt opgenomen worden vanwege de hoeveelheid alcohol. Ja. Waar woonde hij toen? In Delft ook nog? Iets erbuiten, in Oud-Leuzen. Mm-hmm. Ja, in een soort van vakantieparkje, zeg maar. Dus daar was het in de zomer altijd leuk. En dan in de winter, dan zit je dan alleen in het huisje te drinken. Ja. Ja. Hoe was dat voor jou dat je vader dronk? Ja, nou, wel lastig. Maar het was geen man met de verkeerde dronk. Dus ik denk dat dat wel weer heel erg scheelt. Dat scheelt? Ja. Maar maakte je ook ongerust? Ja, tuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Het was altijd zo van, zomers ging het dan wel goed. En in de winter ging het wat minder. Mm-hmm. En dan zag je dat weer. En op een gegeven moment had je dan zoiets het wordt weer winter. We gaan er weer iets vaker heen. En dan... Hij krabbelt wel weer omhoog. Ja. Nou ja, en dan op een gegeven moment krabbelde hij niet meer omhoog. Nou, dan kwam wel even binnen, ja. Ja, want hij kwam, het lukte hem niet weer uit die... Nee, hij kwam er niet mee. Het was gewoon iedere keer, van hoog naar niks. En op een gegeven moment houdt het lichaam er gewoon mee op. Het is je overleden aan alcoholvergiftiging, half lever. Ja, levercirrose noemen ze dat dan. In principe had hij dan zeg maar een transplantatie moeten hebben. Maar ja, dat gaan ze niet geven aan iemand die dat ding heeft. En een paar maanden later weer een pot bier lostrekt, zeg maar. Nee, precies. Nee. Dus. Want ik kan me voorstellen dat je je daar ongerust over hebt gemaakt al die tijd. Dat denk je van, de winter komt eraan. Oh jee, hoe gaat het met mijn vader? Ja. Nou, we gingen er altijd wel regelmatig heen, zeg maar. Ook niet te vaak, zeg maar. Maar gewoon één keer in de zoveel tijd om dat weekend, zeg maar, gingen we even kijken. En hij redde zich ook wel, zeg maar wel. Hij deed zijn dingetje wel. Maar op een gegeven moment neem je ook wel een beetje afstand. Ja, waarom? Ja. Je krijgt je eigen leven. Je hebt natuurlijk je kind, je hebt je werk, je hebt... je bouwt zelf wat op. En je bent er eigenlijk al best wel lang mee bezig geweest. Ja. Ja. En heb je... Hij was al heel vroeg, zeg maar, dat hij stevig dronk. Dan was ik nog, zeg maar, best wel jong. Weet je ook waarom hij dat deed? En ik durf het niet eens, nee. Ik heb het hem ook nooit gevraagd, moet ik eerlijk... Ik denk dat hij er gewoon zo is ingerold en dat hij er niet meer uit kon. Ja. Ja, wel geprobeerd, maar het is hem nooit echt gelukt. Maar je zei eigenlijk, want je moeder die was wel wat serieuzer, maar je vader dan? Hoe was hij? Wat voor karakter had hij? Nou, een beetje hetzelfde als ik, zeg maar. Het is wel positief. Een hele gezellige, lieve man was het echt. Niks mis mee. Ja. Alleen hij had een zwakke plek. Ja. Ja. Maar ik vraag me dan af, waarom zou hij dan drinken? Hè? Want zou er dan toch iets van verdriet zitten of zo? Waardoor hij denkt van, dan kan ik dat een beetje verstillen of zo? Of heb je geen idee? Hij was vrij jong wees natuurlijk. Ik denk dat je dan ook wel je ouders... dat hij die altijd heel erg heeft gemist. En misschien was het bij hem ook wel weer het zoek naar... Met een drankje op vond hij het volgens mij altijd net iets gezelliger. Ja, precies. Wel, en dan was het net even iets wat losser. En het makkelijker. Ja, en ik denk dat hij daar dan zeg maar een beetje aan... Ja, dat hij dat te... Te, het was allemaal te... Ja, precies. Ja. Ik kon dit niet... Wat bedoel jij met te? Nou ja, dan gewoon... één drankje is leuk, twee is leuk, zeg maar. Maar niet elke dag om 8:00 PM. En op een gegeven moment had hij niet meer door dat... Om 8:00 PM is het bijna nooit gezellig, maar... Ja. Ja, precies. Dan deed het gewoon te lang en te veel. Ja, ja. Dus dan het lichaam, dat went er anders. En op een gegeven moment dan was het functioneren gewoon ook helemaal niet meer... Ja, ik kon niet meer functioneren zonder. Nee, precies. Ja. Hij had gewoon steeds meer drank nodig om, of tenminste, zo ja. van jou. Ja, nee, steeds eerder, maar...
Want toen is hij overleden in 2004, ja. Dat zei je. En wat heeft dat met jou gedaan? Want heeft het iets aan je leven veranderd? Of, Je mist natuurlijk wel, je mist hem gewoon. Mm-hmm. Op bepaalde momenten. En wanneer dan? Ja, nou, sowieso de standaard feestdagen, zeg maar. Maar ook waar je lekker heen gaat. Iedereen gaat er wel eens naar zijn... Ik kan wel naar mijn ouders, naar mijn moeder en naar vriend toe, zeg maar. Maar het is ook wel leuk als je nog een vader... ik mis dat wel. Wat betekent hij dan toch voor je? Nou, heel veel, ja. Kon je je verhaal aan hem kwijt? Of, Nee, was ook niet zo'n... We waren eigenlijk niet zo'n prater, nee. Was meer gezellig. Van hart tot hart, zeg maar. Ja. Of zo, je wist gewoon wat je... Dat je... We hadden niet zoveel woorden nodig. Ja, precies. Dus dan was het wel goed. En dan was het... Ik kan me voorstellen dat het dan moeilijk is om hem te missen. Hè? Ja, en het was ook moeilijk om hem te zien afglijden. Misschien dat je dan wel een beetje wat minder heen gaat, omdat je het ziet gebeuren. Mm-hmm. En je kunt er verder niks aan doen. Dus, nee. Want het is echt iets wat iemand zelf moet oppakken en moet inzien. Ja. En dat was er gewoon niet. Zag het wel, maar hij kon er verder zelf niks meer mee. En waarschijnlijk heb je dat ook echt wel tegen hem gezegd, hè? Van pap, kom op, hou er eens mee op of wat dan ook. Ja, jawel. Maar dat werd wel eventjes opgepakt, maar dan ook was het ook alweer weer weg. Ja, ja, dat is moeilijk, hè? Ja, hij was zoals hij was. En het was gewoon een geweldig mens. Ja, ja. Heel leuk mens, ja. Dus. En ja. Het lijkt me ook moeilijk gewoon dat je dan denkt van... je ziet iemand afglijden en je houdt van iemand... en je kunt er niks aan doen. Nee, in principe. Moet iemand, soms moet je zelf inzien en zelf de stap nemen. En hij probeerde het wel, maar hij... Nee, het lukte hem niet. Nee, het lukte hem niet. Nee, goed, en dan, dan is het niets anders dan je iemand moet missen dan. Ja. Even kijken, we gaan nog eens een keer een liedje van je draaien. Ik weet niet of dat nu op het goede moment komt dan, het liedje met hart en ziel. Of, ja, jawel. Ja? Ja hoor. Is dat toepasselijk ook een beetje bij je vader of niet? Nou, ook wel. Ja. Vertel eens waarom je die hebt gekozen. Want het is je lijflied, zei je net. Ja, nou, ik vind gewoon dat van als je ergens aan begint, zeg maar... Ja? Dan moet je dat gewoon met hart en ziel doen. Mm-hmm. Dus vind je iets leuk of begin je een nieuwe hobby, dan ga ervoor. Ja, waar ga jij altijd voor? Heb jij onlangs opgepakt bijvoorbeeld waar je helemaal voor gaat? Nou, ik ben nou heel druk met de biljartvereniging dan, zeg maar. En dan mm-hmm. wil ik ook heel erg goed doen. Je zit in het bestuur, hè, zei je net. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Nou, ze zochten eigenlijk gewoon iemand. Dus ik heb er goed over nagedacht. En degene die het deed, wou echt... die had het al 7 jaar gedaan. Dus mm-hmm. die wou stoppen met werk. Die had het druk met haar eigen dingen. En na 7 jaar is dat natuurlijk... dan heb je... Lang genoeg gedaan. Heb je het lang genoeg gedaan. Ja, zeker. Ja, dus toen vroeg ze me en er was verder ook geen animo voor. Nee. Ik denk, dan pakken wij dat op. Ja. Ja. En? Hoe gaat dat? Nou, wel goed. Ik heb wat foutjes gemaakt, zeg maar. Zo. Ja, ik heb in het begin gebiljard in coronatijd. Ja. Ja, dat was niet leuk. Nee. Vertel eens. Ja, het hoort niet. Het was gewoon fout. Maar we waren aan het klussen, zeg maar. Mm-hmm. En daar waren we druk mee geweest. En toen zie je die biljard staan en dan... Zullen we... één potje dan. Nou ja. Mm-hmm. En eigenlijk hoort dat niet. Net zoiets als op vakantie gaan naar Griekenland... terwijl de rest van je land thuis moet blijven. Ja, precies. Zo'n idee. Ja, want ik wou naar het vragen... Want, ik denk, wat is er mis mee als je dan een goede afstand houdt... en weet ik veel wat. Maar de hele club was misschien... Alles was dicht. Ja, we hadden dus ook je leden, zeg maar. Dus precies. Wij hadden de verleiding moeten weerstaan... en dan hadden we het niet moeten doen. Ja, heb je daar veel commentaar over gekregen? En terecht. Ja, en hoe vond je dat? Om mee om te gaan met... Je kunt jezelf voor de kop slaan. Mm-hmm. Ja, maar op het moment zelf denk je er niet zo, niet zo serieus nog over na. En het was echt in het begin, hè. Dus je mm-hmm. dacht echt van, we gaan dicht tot 3 weken en dan gaan we weer open. En dan hebben we lekker de boel opgeknapt. Dan is alles weer fris en fruitig. Mm-hmm. Nou, dan gaan we er met z'n allen weer voor. Als ik op dat moment al van tevoren had geweten dat echt alles zo'n beetje een half jaar op zijn gat ligt. Ja. Had ik ook heel anders ingestaan. Ja, tuurlijk. En dan had ik het misschien ook niet gedaan. Maar de verleiding was zo groot. Ja, precies. Zo ze riepen me nog net niet, zeg maar. Nee, die ballen. Speel die... met mij. Ja. 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 Hey, en hoe, wat heb je eerder bestuursfunctie gehad? Nee. Dat is echt de eerste. Dan moet je ook leren. Ik zat ook nog in de personeelsvereniging van mijn werk, zeg maar. Zit ik ook nog. Dus dat is ook een kleine...
Dat is ook zoiets, ja. Een beetje. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, zoiets moet je ook leren. Een beetje zo'n positie, of niet? Zo'n bestuur. Ja, je rolt ze wel een beetje in. Dit gaat natuurlijk wel heel hard inrollen. Ja. Nou, die komt echt meteen in een periode waarvan je denkt van, oh, ja, niemand is ooit tevreden. Nee. Dat heb ik al wel geleerd. Je krijgt niemand, mm-hmm, of iedereen dezelfde neus en dezelfde, dat wil niet. Nee. En als je denkt van, je doet voor de ene goed, heeft de andere alweer wat zeuren. Ja. En hoe is dat voor jou? Want je bent een heel positief ingesteld mens. En dan komen er allemaal mensen met opmerkingen. Nou, ik had in het begin wel heel erg moeilijk mee, zeg maar. Mm-hmm. En ik probeer nog steeds altijd de gulden middenweg te zoeken. Ook al is die er dan niet. Ja. Maar daar probeer ik dan wel zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Van, nou ja, die een beetje tevreden, die een beetje tevreden. En ja, de zeurpieten hou je natuurlijk altijd. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment bij neerleggen. Mm-hmm. Want anders dan word je helemaal gek. Ja. Ja, dan denk ik van, oh nee, er komt er iemand. Die gaat me iets vragen waar ik geen antwoord op weet. Of dat ik niet op kan lossen. Wel. Ja. Hoe is dat? Nou, dat vind ik lastig. Mm-hmm. Vind ik heel erg lastig. Hoe doe je dat? Ik ga toch eerst kijken of ik het inderdaad echt niet op kan lossen. Dus mm-hmm, dan zeg ik van, ik kom er nog later even op terug. En dan vraag ik het wel aan iemand anders. Of ik ga toch proberen een oplossing te vinden. Ja, precies. Ja. Want je bent wel iemand van de vrede, zou ik maar zeggen. Ja, dat zeker. Ja, ik heb een hekel aan als het, een sfeertje, als iets niet leuk is. Dan ik vind wel dat het fijn moet zijn. Ja, snap ik. En door wat er allemaal gebeurd is, zeg maar, is de sfeer binnen de vereniging minder. Ja, ze zoeken nog positieve mensen om bij de vereniging te komen. Nee, maar grapje. Nee, op zich zijn ze stuk voor stuk allemaal hartstikke lief aardig, en hartstikke aardig. Ja. En zeg maar, ja. Maar ik denk dat corona dat met iedereen wel doet, hè? Want ik heb mensen die ik ook allemaal heel erg aardig vind. Maar als die totaal iets anders denken nu over corona dan ik. Ja. Nou, dan kan ik ook een vet fight krijgen, hoor. Dus ik snap dat ook voor tweedeling zorgt in een vereniging. Ja. Of in of bij Willem-Alexander in zijn gezin. Of weet ik veel, met Rutte. Ja. Of, zo langzamerhand zijn we er allemaal. Ondanks, je wil natuurlijk niet dat de mensen ziek worden en doodgaan en zo. Ja. Maar zo. Je wil ook een beetje weer verder. Leven, verder. En het leven is toch plezier, of vind je niet? Nou, ik vind ik wel. Je hebt je leuke dingen en je hebt minder leuke dingen. Ja. En je mag nu tegenwoordig eigenlijk alleen maar die minder leuke dingen doen. Want die leuke dingen, die zijn er niet. En dat steekt mij best wel. Ja, ik mis dat heel erg. En ik zit natuurlijk met mijn werk ook thuis. Hè? Dus ik zit vanaf maart al een beetje thuis. Thuis te bellen met de taxis en zo. Ja. Ja, daar kom je. En weet je, het leuke doen, want daar heb ik ook nog over nagedacht. We kunnen weinig leuke dingen doen nu. Maar het leuke doe je om de zware dingen, om daarmee om te kunnen gaan. Ja, wat afleiding hebt, zeg maar. Wat wel, wat weegt tegen de minder. Ja. Ja, nou, en dat is er nu niet. Nee, want er zijn allemaal, ik bedoel, we hebben allerlei problemen als mens, denk ik ook, toch? Ja. En dan leer je daar een beetje mee om te gaan, doordat je afleiding hebt of leuke mensen om je heen. Je kunt even weglopen dan. Of je kunt even zeggen van, nou, ik ga even, in mijn geval dan, ik ga even naar de club, ik ga even biljarten en ik pak het straks allemaal wel weer op. Of daar praten we wel weer verder over. Ja. En dat is er nu niet. Even ontspannen. Ja. Ja, precies. Ja. Hey, we gaan het liedje voor je draaien. Dat zouden we al doen. Maar ondertussen ben ik praten we rustig verder. Ja, precies. En ben ik ook heel erg nieuwsgierig wat je er dan allemaal van vindt. Met hart en ziel. Jij vindt dus dat je alles met hart en ziel moet aanpakken, of niet? Ja. Tot op zee. Ja. Van wie is het liedje? Truckener Keks. Nee, was ik vroeger. Show, and I hope for the 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 show
Dat was met hart en ziel van de Drukkende Keks. En Lianne, die Drukkende Keks, hè, dat is een hele aparte naam. Hoe komen ze eraan? Want het is echt een Nederlandse band. Weet je dat of niet? Ja, het is wel een Nederlandse band. Maar ik weet niet hoe ze aan die naam komen, hoor. Ik was gewoon echt een beetje fan van hen, zeg maar. Dus ze hebben, volgens mij is dit de grootste hit. Mm-hmm. En dan nog een kleintje, die zat bij een of andere televisieprogramma. Maar daar kom ik echt zo 1, 2, 3 niet meer op. Hoe dat programma heette? Ja, hoe dat programma heette. In de songtekst staat in ieder geval: het komt nooit meer goed. Dat, of het liedje dan ook zo heet, dat weet ik niet. Lekker opbeurend ook. Ja. Het komt nooit meer goed. Ja. Het was ook wel een beetje een comedy-serie met een zwart randje. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ik was toen ook nog vrij jong. Maar dat was dan een man, zeg maar, wiens vrouw overleed. En hoe die dan weer verder ging na het overlijden van zijn vrouw. Mm-hmm. En hij was dan ook nog wel vrij somber, zeursokkerig type. Oh ja. Ja, maar hoe dat nou heette, weet ik echt niet meer. Nee, ik kom er ook niet op. Maar er komen wel allemaal beelden van vroeger van televisie in mijn hoofd. Maar iemand van de luisteraars weten welke serie het is, dan zet het dan even zo meteen onder dat filmpje. Want anders blijf ik er de hele dag mee zitten. Ja, dat is ook een goed idee. Of ze mogen bellen naar 038-33-22-088. Dan zet ik de telefoon even aan. Ja. Maar Lianne, vertel eens even. Want we eindigden eigenlijk net van dat je alles met hart en ziel wil doen. Wat zijn jouw passies eigenlijk in het leven? Mijn passies in het leven? Nou, mijn gezin natuurlijk. Mijn vrienden vind ik belangrijk. En eigenlijk heb ik verder weinig passies dan alleen maar gewoon simpelweg genieten van dingen die op mijn pad komen. Hoe geniet jij van alle dingen die op je pad komen? Lekker een grote vraag. Ja, dat is wel een hele grote vraag. Maar nee, gewoon, hoe moet je dat zien? Ik vind dat altijd heel... Ik heb niet een of ander groot ding waar ik maar helemaal in mijn ziel en zaligheid in kwijt kan. Ik doe dat met kleine dingetjes, een leuk gesprek en een fijne wandeling of gewoon een... De regenbui die op je kop valt en eigenlijk toch wel heel erg lekker is. Of... Ja, dat soort dingen. Wel als het stormt, vind ik mooi. Ja? Ja. Zijn en dan kan ik van... Ja, ik geniet meer van die kleine dingen dan van dat hele grote... Ja. Ja. Je denkt niet van ik wil over 10 jaar de beste connection taxi bestellen van de hele wereld zijn of zo. Nee. Maar je denkt gewoon van, als ik... Nee. Nu. Nou, ik zie wel wat op mijn pad komt. Ze zeggen, komt er iets waarvan ik denk van, oh god, dit is het helemaal. Ja, dan ga ik er met hart en ziel voor natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat ben ik nog niet tegengekomen. En ik vind het ook wel goed zo. Ja, ik vind het wel goed zo. Ja. Ja. Leuk. Ja. Je redt je wel. Je hebt het leuk. Je hebt een leuke man, een leuk kind en een hond. Ja, alles is leuk. Leuke straat, leuke stad. Ja. Ja, is kampen altijd zo leuk voor je geweest? Ik vind, op het moment dat ik hier kwam, zeg maar. Ik was hier natuurlijk van voor ook wel eens een keer geweest in de stad, zeg maar. Maar van op het moment dat ik hier woonde, heb ik nooit iets gehad ik wou in het verkeerd woord zeggen. Wat een vervelende plaats. Wat een kutstad. Dat mag wel, ja. Ja, dat mag wel. Ik heb nog nooit gedacht, wat een kutstad. Nee, precies. Nee, wat fijn. Nee. Ja, ben je eigenlijk ook gelovig of niet? Nee. Ik ben echt, ik heb er helemaal niks mee. Wat gebeurt er nadat je dood bent? Nou, dan ben je gewoon weg. Niet helemaal weg. Je laat natuurlijk altijd wel een beetje je sporen na, tot dat ook, zeg maar, verdwijnt. Hoe dan? Nou, met mensen die je achterlaat. En dan die hebben nog wel eens een keer een verhaal over je. Mm-hmm. En dan hoop ik dat die verhalen goed zijn. En mooi zijn en dat ze iets van me hebben geleerd. Ja, en op een gegeven moment, dat je lekker positief in het leven moet gaan staan. Mm-hmm. Je kop kan laten hangen, kan altijd nog. Ja. Ja. Wanneer zou je dat doen dan? Wanneer zou nou voor jou het moment komen dat je denkt, nu weet ik het echt niet. Nou, zie ik het echt niet meer zitten. Mm-hmm. Nou, ik vind het heel erg als mensen boos op me zijn. Of dat ik niet lief genoeg ben geweest. Zo. Ja, dit klinkt dan ook weer heel erg jammer. Maar daar hou ik niet van. Ik word graag aardig gevonden. Ja. En je mag best een keer boos op me zijn. Of wel, maar kom dan bij me. Dan kunnen we het erover hebben. Ja, want gebeurt het wel eens dat mensen dan niet bij je komen? En dat je dat van anderen hoort? Ja, moet je het van anderen horen? Dan heb ik zoiets van, kom dan gewoon wel, praat met me. Ik ben makkelijker, toegankelijker als ik. Bestaat bijna niet. Ja. Nee, ja. Kom bij me, dan hebben we het erover. En dan ben ik dan ook boos. Nou, dan wil ik het er nog wel over hebben. Desnoods slaan we elkaar een keer voor de kop. Vind ik ook goed. Mm-hmm. Hebben we dat wel eens gedaan? Nee. Oh, jammer. dan lieg ik alweer. Ik was een paar weken een beetje boos op mijn man, zeg maar. Ja. Dus die heeft een
tikje gehad. Ja, van jou? Ja. Oh. Ah, een vriendelijk tikje. Oh, ik wou zeggen, heeft hij al aangifte gedaan? Nee. Oh. Nee, dat was weer zo'n klap op de arm. Nou. Ja. Van nou even ophouden, nou ben ik er klaar mee en dan weglopen. En dan, ja. Ja. Nee, normaal gesproken ben ik niet zo passief. Nee, ja. Nee. Je scheelt het hoog uit een muur of andere dingen. Maar nee oké. Okay. Maar inderdaad, dat als je denkt van... nee, maar dat is ik weet dat hij nou zit te lachen. Dus, ja? Ja, hij luistert mee, dan moet hij nou wel lachen, zegt hij. Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja. Waarom moet hij lachen, denk je? Ja, omdat het zo niet iets voor mij is om uit te halen, zeg maar. Nee. Ja. Nee, dus hij kent jou heel goed. Ja. Ja. Dat weet hij wel. Hoe is dat voor jou, zo'n man? Ja, is ideaal. Als iemand je goed kent, toch? Ja. Ja? Ik weet zeker dat hij nou zit te luisteren. Ja, dus je durft eigenlijk ook verder niks te zeggen. Nou, niet te veel. Nee. Zeker niet over die klappen, nee. Nee, dat... Nee, maar wat heb je aan hem? Nou, alles. Dus natuurlijk, je bent ermee getrouwd. Het is je beste vriend. Mm-hmm. En dan, ja, we hebben een kind samen en een leven opgebouwd. Mm-hmm. Dus dat is... En zomaar. Mooi meegenomen. Ja, precies. Ja, 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 mooi. Even kijken, want dat positieve, dat is wel jouw levensmotto, lijkt het bijna. Ja, dan zouden meer mensen moeten doen. Ja? Nou, vind ik wel. Nou, geef eens een opvoedcursus dan. Ik denk dat het ook in je aard moet zitten. Sommige mensen zijn gewoon wat serieuzer en die zien wat eerder dan zeg maar het... De negatieve kanten in plaats van de positieve kanten. Mm-hmm. Dus ik denk dat je die mensen ook nodig hebt. Waarvoor? Nou, om mensen zoals ik eens een keer terug te roepen van... Nou ja, het is niet altijd koek en ei. Wel? Mm-hmm. Van, nou, het kan ook zijn dat je niet... Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Ik vind dat heel lastig. Als je altijd positief bent, dan heb je ook niet door dat niet iedereen altijd even lief is. Mm-hmm. Dus dan word je wel eens bedonderd. Of gekwetst. Oké, okay. Kun je een voorbeeld noemen? Nou nee, vind ik op dit moment heel erg moeilijk. Okay. Want ik wist dat je dat ging vragen. Ja. Denk dan, zal ik het nou zeggen? Want dan gaat zij zo meteen vragen, kun je een voorbeeld noemen? Nee, dus dat is niet handig. Nee, daar kom ik zo meteen vanzelf wel op. Ja, is goed. Uit. Maar we zijn bijna klaar, hè? Dus als je nog iets wil zeggen, dan kan het nu nog. Nee, dat komt vanzelf. Dan komt het vanzelf. En anders laten we het zo. Ja. Maar wat jij zegt eigenlijk, van eigenlijk zouden meer mensen moeten doen. Maar eigenlijk heb je elkaar dus allemaal nodig. Hè? Dat wil je dus eigenlijk ook zeggen. Ja. Want de een kan wat minder positief zijn en zeggen van... Nou, maar je gaat veel te snel, want je hebt leuke ideeën. Ik zeg maar wat, hè. Want dat heb ik ook wel eens gehad. En dan andere mensen je afremmen. En soms voelt dat niet fijn. Nee, maar soms is het wel even nodig. Ja, precies. Omdat je dan denkt, oh ja, maar wacht even. Ik moet eerst nog eens een andere stap zetten voordat ik dit allemaal ga doen of zo. Ja, of je bent heel positief. En als je net jezelf zegt, dan begin je ergens aan. Dit is leuk en dat is leuk en dat is leuk. En over dat is leuk. Oh, dat is nog leuker. En dan komt er dan iemand anders, een beetje spelbreker, zeg maar. Die zegt, maar hou er rekening mee dat als dit gebeurt, dat je dan helemaal... Oh, en dan weet je dat hij gelijk heeft. Ja, precies. Maar dan heb je wel even zo'n dompetje. Ja, denk van, en dan achteraf, dan gebeurt inderdaad wat dan diegene zei van, nou, zie je wel. Mm. Denk, oh ja. Ja, dan zijn dat soort mensen wel weer handig. Ja, dan zijn ze heel handig. Dat zijn de mensen van het beleid en de structuur en de regeltjes. Hè? Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n... Veel regelland gehad nu. Ja, inderdaad, wou ik zeggen. Dus we hebben heel veel van die regelmensen, blijkbaar. Ja, misschien hebben we dan iets meer, gele, wat vrolijke mensen. Wat meer mensen die zo aanpakken en zonder regels leven. Ja. Hebben we dat meer nodig in Nederland, denk je? Op dit moment dan even niet. Ja, of wel. Maar als ze zich maar wel een beetje aan de standaardregels houden, laat ik dat dan zeggen. Maar wel een beetje, ga er niet te veel over nadenken. Ik heb mensen om me heen die gaan er te veel over nadenken. Mm-hmm. En je ziet ze gewoon met de dag banger worden. En dan beginnen ze weer over die cijfertjes. Ja, zoveel besmet. Nou, nog meer, nog meer. Wel, en dan die nog even, je durft de deur niet meer uit. Ja. Ja, dat zie ik zo'n beetje om me heen gebeuren. Ik denk, ja. En dan maak je jezelf kapot eigenlijk. Nou, vind ik wel. Een praatje op straat of in de winkel. Zij hoort gewoon bij een mens. We zijn sociale wezens. We hebben dat nodig. Mm-hmm. En als je met z'n allen binnen gaat zitten en niet meer met elkaar praat. Of je bent zo bang dat je wat overkomt. Dan word je ongelukkig. Ja, mensen kunnen daar niet tegen. Nee, eenzaamheid hoort niet bij een mens.
Nee, dat denk ik ook niet. En ongelukkige mensen, dat... Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Nou, ja. Nee, maar daar hou ik ook niet van. Ik vind het vervelend om andere mensen ongelukkig te zien. Ja, want volgens mij lijkt jij zo mensen ook. Dat jij heel erg ook om anderen denkt, of niet? Ja. Dus, nee, vind ik niet. Ik vind, ja, als ik dan iemand zie huilen, zo, dan ben ik de eerste die zegt van... Nou, kom op. Ja, dus, wat is er? Even uithuilen en dan... Hoppakee, opnieuw beginnen. Ja. Heb je nog een boodschap aan de mensheid? Te luisteren? Nou, volgens mij dat laatste... Zinnetje was eigenlijk al... Precies, heb je al gezegd. Ja. Nou, hey, Lianne, het is bijna tijd. Dus, verschrikkelijk snel gegaan, maar ik vond het wel heel gezellig. Ja, en ben je nou uitgezenuwachtigd? Nou, nee. nee, nog niet helemaal. Oh. Nee, ik ben zenuwpees, ben ik gewoon een beetje. Ja, hoe komt maar, dat? Maar ja, ik durf het niet te zeggen. Nee? Nee, ik heb ooit eens een keer in de finale gestaan bij een of andere vaag toernooitje, zeg maar... Van het biljart, nou, ik kon wel. Ik dacht dat ik in mijn broek piste. Mm-hmm. Zo zenuwachtig, zo verschrikkelijk. En dat heb ik met iedere wedstrijd en ieder dingetje wat nieuw is. Ben ik gewoon echt even zenuwachtig en dan gaat het wel weer. Ja, maar toch ga je het doen. Ja, natuurlijk, pak alles aan. Ja, maar dat is wel mooi aan jou. Dus ondanks dat je bang bent ergens voor, hè, want zenuwachtig kan ook, bang of zenuwachtig. Ja. Nou ja, ik vond scheet peentjes. Je gaat gewoon voor. Ja, tuurlijk. Maar weet je, als je dan tegen laat houden door angst, kom je nergens. Precies. En dan maak je niks mee. En dan... Dat is een mooie boodschap. Leef je niet. Nee, precies. Nee. Hey Lianne, heel hartelijk bedankt voor jouw komst naar de studio. Mensen, volgende week is er een nieuwe mooie mens. En er komt Ellie van Loenen. Zij is, ze weet alles van radio en van televisie. En daar kan ik ook nog heel wat van leren. Dus sowieso van iedereen trouwens die hier komt. En volgende week Ellie van Loenen. En tot volgende week. Oh, dit is het uur. Van mooie mensen, vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Meneer Alzheimer. Ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed. Ik ben niet oud. In mijn gelei erboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit lied al lang vergeten. Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten. Want nu ben ik nog goed en bij en jong genoeg om even iets aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dag. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood, wilt u een beetje selecteren, zodat ik de mooie dingen wel onthoud. Dus als ik in mijn stoel zit weg te teren, dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw, met wie ik zoveel jaren heb gevreden, met wie ik zoveel jaren heb gewoond, dat ik nog een beetje weet hoe we het deden, omdat mijn eigen lijf mij dat er nooit meer toont. Ach, ik wil best een heleboel vergeten, ik weet zo wel. 12 vrouwen op een rij, van zeker 3 zou ik de naam al niet meer weten. En de rest verzuipt ook in die grijze brei. Er is meer dan genoeg om mee te nemen. Pak mijn angst, mijn wanhoop en verdriet. Pak ze, ik zal ze echt nooit claimen. Maar al het mooie, neem dat niet. Pak mijn geld. Mijn leugens en mijn ruzies en mijn iets te vaak verongelijkte toon.